Welkom bij aflevering 6 van de Groningse Straatkunstprijs. Vandaag kijken we opnieuw naar 3 finalisten. En vergeet vooral niet te stemmen op uw persoonlijke favoriet op straatkunstprijs.nl. Dit is de Groningse Straatkunstprijs. 8 weken aandacht voor bijzondere kunst in jouw stad. 8 weken om te laten weten wat jij van kunst op straat vindt. En mee te bepalen welk kunstwerk de Straatkunstprijs wint. De openbare ruimte is ook jouw ruimte. Maar deskundigen bepalen meestal wat voor kunst daar moet staan. In de Straatkunstprijs bepaal jij op welke straatkunst Groningen trots is. Het werkt heel eenvoudig. Groningers nomineren hun favoriete kunst op straat. En het kunstwerk met de meeste stemmen wint eind juni de Groningse Straatkunstprijs. Je kunt alles volgen op OogTV, in het Dagblad van het Noorden en op straatkunstprijs.nl. Het is een sterk locatiegebonden beeld en we staan hier bij de jeugdgevangenis. Het beeld was bestemd om te staan voor de ingang van een nieuwe half-open inrichting die hier een eindje verderop staat. Het beeld is inmiddels verplaatst hier naartoe, maar toen het daar stond of daar die plek zou krijgen, wilde ik graag een connectie maken tussen gevangenschap. In overdrachtelijke zin, zeg maar de gevangenschap die jij en ik kunnen ervaren als we honger hebben of verdriet. En de fysieke gevangenschap, zoals de mensen die hier zijn, dat ervaren. Het zijn allemaal hele jonge tieners. En die moest het moest hen aanspreken, vond ik. Dus het was voor mij, ik kreeg het idee dat het een gevangenschap gerelateerd beeld zou moeten zijn. Zonder dat de man of de vrouw die ik wilde uitbeelden daadwerkelijk opgesloten zou zijn. De tekst gaat, de eerste zin van de tekst is: weet je nog, liefje? Weet je nog wie we waren? En dat is iemand die aan melancholie leidt, zeg maar, en denkt aan een verloren liefde. Die tekst is persoonlijk in die zin dat het gaat over mijn verleden, zeg maar. Mijn van de middelbare school komen en in het begin van je studietijd. Dan is het leven wat lastig soms voor sommige mensen. Waaronder voor mij ook. Maar het gaat niet over één specifieke dame in mijn geval dan. Het gaat gewoon over het gevoel in het algemeen. En dat het gaat ook over jou. Ik heb voor de figuur, dat was mijn eerste keuze, de figuur gemaakt van glas. Vanwege de transparantie, hè? Vanwege het feit dat je eigenlijk in zijn hoofd kijkt en daar ziet wat hij denkt. Ik denk dat iedereen wel eens gehad heeft van: God, hoe heeft het zo ver kunnen komen? Hè, dat ken je. Dat ken jij ook, neem ik aan. Dus in die zin ligt heel erg voor de hand. En iedereen snapt dat daar iets van wanhoop in zit. Nou, het is bijzonder voor deze plek vooral. Het tilt de gevangenschap naar een meer algemeen niveau. Hè? Dus het, in die zin zegt het iets over het menselijk gebrek misschien wel. Of het menselijk lijden. Ik ben Arno Verkade. Ik werk bij Christie's. Ik ben zoon van de beeldhouwer Kees Verkade. En dat is dus een beetje de reden waarom ik hier sta. Kijk, hier staat hij. Het is natuurlijk hartstikke leuk omdat ik het was.
En ik wist dat helemaal niet. Ik ken natuurlijk heel veel werk van mijn vader. En ik weet dat er wel portretten van mij zijn gemaakt en ander soort beelden. Mijn eerste stapje ook. Maar ik wist niet dat dit beeld op mij terugging ook. Ik was 4. En zo zag ik eruit toen ik voor het eerst op de fiets zat. En daar ben ik. Met lang haar. Nou, mijn vader was heel slank, maar ik geloof er helemaal niks van. Het was ook niet zo'n hardloper, dus misschien was het mijn moeder die er eigenlijk achteraan rende. Ik kan mezelf natuurlijk niet meer herinneren. Maar het zijn van die momenten, en dat zijn precies die momenten in een beweging of in een actie waar mijn vader, zeker in het vroege werk, echt heel goed in was. Hè? Dus dat er echt beweging zit in dat brons. Als je vaak naar bronzen beelden kijkt, dan zie je vaak dat er toch wat stijvige weergaven zijn. En zijn kracht zat hem juist in om het juiste moment in één actie of in een beweging, het meest typische moment waarvan iedereen zegt van, oh ja, dat is nou typisch, weet je, dat, zo werkt dat. En hoeft het niet eens allemaal te kloppen, want als je goed naar zo'n beeld kijkt, dan zie je ook wel dat de arm misschien wat te lang is of zijn voet wat te flapperig. Maar het zijn net wat overdrijvingen die nodig zijn om die beweging goed weer te geven. En je ziet ook dat het brons echt beweegt daardoor. Het is niet stijf. Mijn vader woont in Zuid-Frankrijk. En dit is mijn vader zoals hij er nu uitziet. Bezig met een portret. Kop aan het maken. En hier is hij met een soort stierenvechter bezig in torso. En altijd zo'n verwrongen gezicht erbij. En er wordt altijd bij gekreund en gesteund en gevochten en gevloekt. Totdat het staat. Hier is een aantal beelden wat vandaag bij Christie's verkocht gaat worden. Werk van mijn vader. Op zich is dat natuurlijk altijd wel een beetje raar natuurlijk, hè? Dat er werk van je eigen vader wordt verkocht in zo'n veiling. Maar ik ben dat inmiddels wel een beetje gewend. Het komt wel vaker voor. En gelukkig verkoopt het ook nog wel vaak, want veel mensen vinden het mooi werk. Het wordt dus vaak goed verkocht. Ja. Wat is uw eigen favoriete beeld van uw vader? Oh, dat vind ik een moeilijke vraag. Zeg, ja, dat weet ik wel. Dus, hij heeft voor mijn 10e verjaardag heeft hij mijn hond gemaakt. Ja, Tekkel Joris. En die zat op zijn achterpoten en totaal geslaagd beeld. Echt totaal geslaagd beeld. Dat heeft hij echt speciaal. Ik weet nog wel, ik was 10 en ik wilde natuurlijk een fiets of een racebaan en ik kreeg een beeld. En ik was natuurlijk lichtelijk teleurgesteld. En het was zo'n klein beeldje ook, maar achteraf is dat natuurlijk, en dat had hij goed gezien, het mooiste cadeau wat je kon krijgen. Ik weet van mijn vader dat hij het vooral belangrijk vindt dat de mensen op straat het mooi vinden. Hè, dat die daar tevreden mee zijn. Dus als dat degene zijn die prijs toekennen, hopelijk, mogelijk, dan maakt hem dat extra blij. De derde finalist die we in deze aflevering wat beter gaan bekijken is een van de stadsmarkeringen. Van William Forsythe. Ik fiets hier samen met Nick Verdonk. Hij is stadsbouwmeester. Nick, wat is eigenlijk een stadsbouwmeester? Een stadsbouwmeester die wordt aangesteld door het college om toezicht te houden op de kwaliteit van de stad. Op de grote en op de kleine projecten. En het openbare ruimte. Dit is dus een van de 10 stadsmarkeringen, ja, die aangelegd is. Ja, klopt. En dat was in het kader van de viering van 950 jaar bestaan. Ja. 1990. En toen heeft het gemeentebestuur om ideeën gevraagd om dat te vieren. En toen was dit een idee van Frank Moor. Vroeger kwam je de stad binnen door een poort. Ja. En wist je, ik ben nu in Groningen. Hè, moest je ook vaak tol betalen. En nu kom je door via snelwegen en geluidsschermen. Geflankeerd kom je de stad weer binnen. En hij wilde dus nieuwe stadspoorten, stadstekens maken bij de entrees van de stad. En wij vonden het daarom ook zo'n mooi idee, omdat wij ook zeg maar, daarmee willen symboliseren dat die stadsmarkeringen zeg maar, de rand van de stad markeren, zodat de stad niet verder groeit. Het is ontworpen door een choreograaf. Ja, ja, het, is ja. Het zijn eigenlijk dansers op een rij die we hier zitten. Eigenlijk, het is dus een dubbele betekenis. Dat is wel prachtig. En
Ik kan me nog goed herinneren toen hij hier kwam op een vrijdagavond en hij zei van... Maar wat moet ik? Ik ben balletchoreograaf en ik moet nu een beeldend kunstproject maken. Maar het was het idee van Liebeskind dat niet alleen kunstenaars of architecten een plan konden maken... maar ook wetenschappers, onderzoekers en andere mensen die in de wetenschap en kunst zaten. Nu heeft dit kunstwerk de finale gehaald, deze tasmarkering. Moet deze ook winnen? Meneer Verdonk? Nou ja, ik zou het geweldig vinden. Ik bedoel, ik vind het fijn dat 20 jaar nadat het is gerealiseerd... nog zoveel mensen dit herkennen en erkennen. Vorig jaar was het 20 jaar. Toen zijn er door het CBK busreizen gemaakt. En enorm enthousiasme. Wat ik zo mooi vind, is dat het behalve een vorm van kunst is... een soort land art, dat het zoveel betekenissen heeft... over de geschiedenis van de stad. En ik hoop dat de mensen aanspreekt en de eerste prijs krijgt. Tot zover deze finalisten. Volgende week gaan we een kijkje nemen bij de laatste drie. En vergeet vooral niet te stemmen op uw persoonlijke favoriet op straatkunstprijs.nl. Tot volgende week. Wordt allemaal goed voor deze bomen gezorgd, meneer Verdonk? Ja, het zijn onze troetelboompjes in de stad. Troetelboompjes. Ja, ze staan zo, het maakt een beetje een zielige indruk zo aan zo'n draadje vast. Ja, maar goed, we maken natuurlijk altijd al schepen en zo. Kijk, is het overkomt bomen al jaren. Ja, al eeuwen, hè? Al eeuwen zelfs, ja. Doe ook mee met de Straatkunstprijs. Tot 22 juni kun jij meebepalen welk kunstwerk de Groningse Straatkunstprijs wint dit jaar. Ga naar de website om te stemmen of gebruik de Straatkunstprijs Layer om met je smartphone mee te doen.